DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Beste DVS TV-kijker, het bekende hoofd van Jan van den Berg staat voor u en Jan van den Berg is lid van de TC. Jan, het was een drukke tijd, maar wel een heerlijke tijd om mee te maken, denk ik. Wat is er heerlijk aan, Piet? Heerlijk omdat het zo succesvol gebleken is. De gesprekken die je gevoerd hebt met spelers, et cetera. Ja, het ging snel. Weet je, we zijn eigenlijk 1 januari een beetje gestart. Hadden we een beetje inzicht hoe de systematiek ging lopen. En toen hebben we de eerste week januari hebben we alle gesprekken met alle spelers van de bestaande selectie gedaan. S'middags om 5 uur begonnen tot 's avonds 11 uur. En in een week tijd alles er doorheen geknald. Gewoon puur om inzicht te krijgen van hoe staan de spelers erin. Zijn ze gelukkig? Hoe staan ze erin naar volgend jaar? Hebben ze de intentie om te blijven? Hebben wij de intentie om met hun door te gaan? En zoals Jack van Zanten vorige keer al zei, we hebben in eerste instantie tussen kerst en oud en nieuw gezeten, ook met de trainer. Ook met de voorzitter en met de TC ad interim. Om in beeld te brengen van met wie willen wij verder. En eigenlijk ook gewoon besloten dat we zoveel mogelijk door wilden met de bestaande groep. Zeer goede zaak dat die driehoek er ook inderdaad is. Hè? TC, staf ofwel de trainer en zelfs misschien ook wel de businessclub op de achtergrond. Nou, helemaal niet op de achtergrond. Ik denk dat wij zo een hele goede samenwerking met de businessclub hadden en hebben. Die driehoek is er zeker. Ik ben natuurlijk zelf trainer geweest en ik weet zelf hoe belangrijk het is dat je achter de kom staat van een speler. Dus wij wilden ook heel graag weten, wat vindt de trainer ervan? En hij is niet doorslaggevend, want de club bepaalt het beleid en dat blijft zo. Maar het is wel heel belangrijk om te weten van hoe gaat een trainer daar nou mee om? En hoe ziet hij dan zitten? Wat voor soort speler zoekt hij dan? En als dat matcht met ons, dan zit je wel heel erg op één lijn. En dat is wel gebeurd. Nou had je het net over de spelers die al bij DVS speelden. Maar dan heb je ook nog andere spelers. En niet de geringste, talentvolle spelers. Maar ook spelers die al gearriveerd zijn. En ja, dat traject. Ik denk dat de tv-kijkers daar ongelooflijk benieuwd naar zijn. Hoe verloopt zoiets? We zijn dit jaar in het begin van het seizoen al begonnen met een nieuw scouting systeem. Daar hebben we meerdere mensen voor aangetrokken. Ik deed dat samen met een x-aantal andere mensen, met een 5-tal anderen. Heel bewust ook gekozen van mensen van buiten de club. Dat je niet een tunnelvisie krijgt van ja, wat zoeken we nou allemaal. Toen is eigenlijk ook al door de vorige TC in beeld gebracht, nou wat zoeken we nou. Dat hebben wij bijna doorgezet, hè. Kan ik wel zeggen. Wij hebben daar onze eigen visie op, maar wat voor soort speler moet er dan komen. Maar wij zijn gaan zoeken naar een rechtsback bijvoorbeeld. Hoe gaat dat dan? Je krijgt een tip van iemand over een rechtsback die in ons systeem zou passen. Of een tip van iemand, nou, zo'n soort speler zou ons echt beter maken omdat wij kwaliteiten missen. Hè? Ik noem maar wat. En dat kan voor iedere positie zijn. Dan gaat er een scout, wordt erheen gestuurd. We hebben diverse gradaties in het scoutsysteem. 1 tot en met 11 is basisspeler, 12 tot en met 16 is goed genoeg. En 17 tot en met 21 moeten we zelf kunnen hebben in de vereniging. En natuurlijk ook de andere posities 1 tot 11 en 12 tot 16. Maar wij zullen geen spelers halen die gradatie 17 tot 21 krijgen. Op het moment dat daar een goed rapport van komt, dan sturen wij nog een keer een scout naartoe. Wordt daar weer een 1 tot 11 of 12 tot 16 voor gegeven. Dan gaat er iemand van de TC zelf kijken. Als dat ook hetzelfde rapport wordt, dezelfde gradatie, dan wordt hij gehaald. Jan, er zijn 3 spelers aangetrokken. Osturk, Van Hussem en Pilon. Waarvan heel veel clubs denken van waarom gaan ze nou naar DVS, derde divisie? Het zijn toch tweede divisiespelers? Kun je dat uitleggen? Eigenlijk zou je het aan de spelers moeten vragen natuurlijk. Maar als ik de gesprekken die ik zelf gevoerd heb, ook met de jongens. Wat ik hoor en wat ik voel is dat ze het clubgevoel wat hier leeft heel erg belangrijk vinden. Dus we stralen toch wel een stukje warmte uit. Maar dat doen heel veel clubs, daar zijn we echt niet uniek in. Maar ik denk dat we wel heel erg uniek zijn in de spelopvatting die wij hebben. Wat ik met name uit jongens van de Vogels ook al een beetje gehoord heb in het begin. En Pilon ook. Hè, die denken dat ze echt in het speltype passen wat wij spelen. En dat, hoe wij spelen, spelen bijna niemand in onze klasse. En dat geeft wel de doorslag. Hè. Ik kan me herinneren dat Christian bijvoorbeeld zei.
joh, we zijn 2 keer helemaal weggetikt naar DVS. Pilon zei, de eerste half uur bij hun werden we weggetikt. En ik denk dat dat echt de doorslag geeft. En alles wat je leest op Twitter en al die ellende, dan moet je allemaal maar niet geloven. Dat de geldkraan open is, nou, ik mocht willen, want dan zouden we echt gas geven. Maar nee, ik moet echt zeggen, we zijn er heel blij om dat wij als DVS, het is een mooie club. En ik denk dat mensen heel graag bij DVS voetballen. En met name door het voetbal. We waren soms ook te lief. En nu zijn met name die 2 jongens van IJsselmeervogels. Dat zijn natuurlijk typisch van die spelers die even die andere kant ook kunnen meenemen. Hè? Nou ja, weet je, dat is het ook. Die jongens die kunnen zeker een wedstrijd thuis brengen. En zeker gezien de gele kaarten die ze wel eens halen. Nee, maar zonder dolle. Weet je, het is zo, Piet. Weet je, wij missen wel een stukje balans. Hè? Wij spelen heel mooi voetbal. Maar we kunnen 3 wedstrijden winnen en 1 keer verliezen we er weer 1. En dan spelen we 1 gelijk en nog 1 gelijk en hup. En dan hebben we weer 3 wedstrijden winst. En daarom staan we altijd een beetje 5e, 6e. Maar wij moeten nu door. En het gaat niet alleen om mooi voetbal. Hè. Als je zaterdag de komende wedstrijd, het zal waarschijnlijk zo zijn. Spakenburg interesseert het niks, maar ze willen gewoon met die 3 punten naar huis. En hoe maakt niet uit. En ik denk dat je dat in combinatie moet kunnen doen. Hè. Dat denken wij als TC. En deze jongens die gaan dat zeker brengen. Maar die willen ook voetballen. Die willen niet alleen die bal over zich heen zien gaan. Hè. Ik herinner me vroeger nog Herman Kok die altijd zo deed. Maar zo werkt het wel. Die jongens willen voetballen, willen het spel verdelen. Dat zijn jongens die goed kunnen voetballen, maar die ook ontzettend veel balans en ook hardheid en gochme in het voetbal gaan brengen. Geweldige uitleg. En dit heeft dan geleid tot toch wel een hele succesvolle samenstelling van spelers voor het komende seizoen. Ja, weet je, Piet, als je scouting goed op de rit hebt, zo denken we erover, dan hoef je zelf ook niet elke week te gaan kijken. Dat doe ik wel heel graag, moet ik zeggen. Maar dan kun je ook heel snel schakelen, want je hebt al rapporten liggen. Het is recent. Als die goed zijn, dan moet je ook je scouts vertrouwen. Anders hoeven ze ook niet in de kou en de regen naar over 's heren wegen te gaan rijden. En dan doen die mensen het ook niet voor Jan met de korte achternaam. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat we nu doen. Ik heb bijvoorbeeld 1 speler die vanavond getekend helemaal zelf niet zien voetballen. Maar er zijn wel 4 positieve rapporten over. Moet ik dan ook nog gaan kijken en denken die mensen hebben er geen verstand van? Vind ik absoluut onzin. Vertrouwen hebben in je personeel. Ja, want dat is een beetje managen wat je doet in het bedrijf ook. En dat moet je ook doen als je in het TC zit. En daar spreken we goed over met z'n drieën. En daar moet je dus ook vertrouwen in uitspreken, ja. De toekomst voor DVS 33 is bijna wel gegarandeerd. Ja, nu moeten ze hun benen laten spreken, Jan, hè, hun voeten. Ja, ach Piet, weet je, we hebben in mijn ogen heel veel balans gehaald in de selectie. Ik vind dat onze groep fantastisch is, anders houden we ze ook niet. Maar ik vind ook wel dat we af en toe eens een wedstrijd gewoon over de streep moeten kunnen trekken. Ik denk dat we daar de spelers voor aangetrokken hebben. We hebben jongens met een goede kop gehaald, dat het goed tussen de oren zit. Dat vinden wij heel belangrijk. Volgend jaar hebben we een goede groep neergezet in samenspraak met het bestuur, in samenspraak met de businessclub en met de trainer. Ja, het is nu aan hun. Wij zijn klaar bijna. Ik zou zo zeggen namens DVS TV-kijkers, TC ad interim, Jan van den Berg, Jack van Zanten en Gerrit Bruinewoud. Hartstikke bedankt hiervoor. Geen dank, we doen ons best, Piet, en jij ook bedankt. Okay. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.